Cambuur is dit seizoen in eigen huis in de competitie nog niet te winnen. Maar er was wel een beetje lucht in de ploeg gekomen na de overwinning in het bekertoernooi. Uit bij Den Bosch. En hier tegen Jong PSV de eerste kans van de wedstrijd. Ook voor de Friese Roberta. Maar goed terugleggen van Kippersluis. Overwinning op Den Bosch overigens leverde Cambuur een plek op in de achtste finale. Ze gaat nu spelen tegen GVVV. Dat geeft wellicht mogelijkheden om de kwartfinale te halen. En PSV halverwege de eerste helft. Verret. Dat is een goede voorzet en een goede kopbal ook van Malen. De redding van Cummins. Eerste wapenfeit van Jong PSV. Dat nou ook niet direct bezig is aan een florissant seizoen. Vorige week dan wel gewonnen tegen RKC. Maar uit de vijf wedstrijden die daaraan vooraf gingen, werden maar twee ploegen gehaald. Het blijft altijd een beetje puzzelen met Jong PSV. Dit keer was het weer zoeken naar welke spelers beschikbaar waren voor trainer Dennis Haar. Roberta goed teruggelegd en van Kippersluis en heel veel moeite. Maar hij heeft hem uiteindelijk toch voor Yannick van Os. Roberta vloog er nog achteraan, vliegt ook het doel in, maar niet met bal. Van Kippersluis, half uurtje gespeeld, kopballetje. Die is niet heel gevaarlijk. Komt van het hoofd van Peersman. Tweede helft. 0-0 dus de ruststand. Wat zou het voor een opluchting zorgen voor Marinus Dijkhuizen als Cambuur eindelijk eens een wedstrijd gaat winnen. PSV is aanvallend nog niet echt heel dreigend geweest. Dit is dan een schot van Rietsmaier. Er zit toch ook niet zoveel venijn achter. Dat is wel aardig doorgespeeld. Wat ruimte nu voor Paal, die de bal knap binnenhoudt. En dan vindt hij Duarte, zul je net zien. Ja, dan gaat hij erin. Jong PSV komt op voorsprong. Het is licht tegen de verhouding in. En weer staat Cambuur achter in een thuiswedstrijd. En het zal nu moeten gaan scoren. En als er één probleem is bij de Vriezen, dan is het wel doelpunt te maken. Maar het zal nu toch echt moeten gebeuren. Roberta. Gaat voor eigen succes. En Van Os grabbelt. Mannes. Zo krijgt de aanval een tweede leven. Van Kippersluis. Dat is goed. Peersman. Scoorde zijn eerste. Voor Cambuur in die bekerwedstrijd tegen Den Bosch. Wordt vaak vergruisd. Omdat hij nogal eens een kansje laat liggen. Deze dus op de buitenkant van de paal. Van Os. PSV massaal terug in het eigen 16 meter gebied. De ene hoekschop naar de andere is er voor Cambuur, maar gaan die ook wat opleveren? Een Kippersluis en van de lijn gehaald op de kopbal van Steenvoorde. Tjonge jonge. Het zit ook niet mee voor zijn elftal. Ze hebben echt voldoende kansen. 10 minuten nog. Van Os weer bokst hij die bal weg. Maar hij gaat meteen weer teruggebracht worden. Van Os nog eens, grabbelt dan en dan wordt hij hier nog even geraakt. Maar het is onbedoeld en het blijft bij 0-1. Cambuur krijgt steeds meer haast. Een paar minuten nog. De PSV doet eigenlijk na die voorsprong, ruim een half uur geleden inmiddels al, helemaal niets meer. Kan ook niks, want het is Cambuur dat de goal verdient, maar niet krijgt. En daar was weer de volgende kans. Voor Steenvoorde. Van de lijn gehaald en zij geloven er nu niet meer in. Maar waarom niet? Want Cambuur voetbalt echt heel aardig. En daar is hij dan. Nee. Hoe is het mogelijk? Steenvoorde. Op de paal. Ja, het zit Cambuur absoluut niet mee. Nou, nog één kans. Wellicht Steenvoorde. Nee hoor. Het wil niet voor Cambuur. Het verliest opnieuw op eigen veld. En dan weet hij wel hoe laat het is. Volkomen onterechte nederlaag.